als je terug kan kijken, en dat kunnen we natuurlijk, dan is er wel heel veel gebeurd in vergelijking met die eerste jaren. Ja. Muzikaal gezien anders, we maken een andere soort muziek. In die tijd was het rhythm and blues. En nu is het soul, een funk en een vleugje rock. Dus dat is sowieso een andere stijl, maar ook andere mensen. En ja, dat maakt het interessant. Ik denk saamhorigheid, veel lol. Goede blaassectie, de lol, ja, echt waar. En het zijn stel maar loten bij elkaar, maar het is gewoon enig, echt serieus. Het belangrijkste is dat gewoon echt een stel maar loten zijn. Maar jij speelt in meerdere bands, hè? Ik neem aan dat je ook wel wil dat de muziek nog goed is. Ja, natuurlijk. Maar dat is het ook, hè? We zijn heel blij dat Michael ook meespeelt in ieder geval. Behalve de maloterigheid wordt er dan toch ook nog toch wel muziek gemaakt. Dat is ook wel lekker. De band is ook wel veranderd. Ja. Die is beter geworden? Ja, als je ziet hoe we begonnen, dan was het voorzichtig aan. En als je dan ziet wat er nu staat, dan is wel een groot verschil. Yeah. Repeteren jullie nou veel of niet? Te weinig. Is dat te horen? Sommigen kunnen het wel horen, maar wij vinden het gewoon leuk zo. Waar schuilt volgens jou de kracht van Kick the Bucket in? Uit Wim Beun. Dat is echt een drijvende kracht. Hij is echt geschoold, dus zonder Beun zou er helemaal niks zijn. Wat is er nou zo leuk aan Kick the Bucket? Eigenlijk is het helemaal niet leuk. Zijn jullie altijd zo melig of lijkt dat maar? De muziek maken is een bijzaak hier. Het is ook een school voor speciaal onderwijs waar we oefenen. Paul is zo de bandleider, de bindende man hier en die weet je toch weer over te halen. Een figuur die steeds weer een module weet te vinden om iedereen bij elkaar te krijgen. We hebben een hoop lol, we doen allerlei gekke dingen. Maar als we er moeten staan, dan staan we er ook. Precies. En dan kan iedereen zijn dingetje wel. Dat is wel duidelijk. De ene is lid van een kaartclubje en wij hebben een bandje. Zo kun je het vergelijken. Het is gewoon vrije tijd. En als we er geen bandje zouden hebben, zouden we nooit meer muziek maken, denk ik.